Vrede en recht. Daarvoor moet je vandaag in Den Haag zijn. 21 september is namelijk Wereldvrededag. I'm here to celebrate peace and not war. Dat iedereen erbij stilstaat, dat er ook landen zijn waar het niet zoveel vrede is. Voor de vierde keer organiseert Den Haag de Vredesloop. Om zo aandacht te vragen voor het lot van vele mensen in oorlogs- en conflictgebieden. I feel really lucky to like not be in the war and to be here with all these people. It's like really unfair for the children who have to like starve, and I think the war should stop and it's like really really bad. Why don't they have all a one peace place to live? Samen met de Haagse burgemeester Josias van Aartsen lieten ruim 1500 scholieren allemaal een ballon los. Let goed op, we tellen natuurlijk allemaal mee met onze burgemeester, hè? Vijf! Why The Hague organized this peace walk? Well, I think The Hague is the international city of peace and justice. We have many United Nations institutions here in the city. These institutions are very important for striving towards world peace. Als jij een boodschap mocht overbrengen of een wens zou mogen doen met betrekking tot de vrede, wat zou die dan zijn? Dan zou ik zeggen tot oude kleding, tot ze en eten wat ze nog over is in de supermarkt, tot ze dat brengen naar Afrika.